Welkom bij deze nieuwe tips en tricks waarin wij een kijkje gaan nemen naar de View Wizard Saved Settings. Wat houdt dat precies in? Waar zit dat? Nou, dat zit op het moment dat jij iets gaat plaatsen. Dan kan je dus inderdaad deze instelling hebben, dat je gewoon alleen deze ballen krijgt. Je kan ook deze instelling hebben, dat je eerst dit principe krijgt en dan op Next drukt. En dan vervolgens deze window te zien krijgt, wanneer jij bijvoorbeeld van een assembly naar een draft gaat of van een part naar een draft. En dit is allemaal in te stellen welke van die opties je te zien krijgt wanneer je naar de Solid Edge Options gaat en je hebt hier de Drawing View Wizard. Deze twee vinkjes stellen dat helemaal in welke omgeving je inkomt op het moment dat jij dus inderdaad automatisch van een part, sheet metal of assembly naar een draft gaat. Nou, wat kunnen we hiermee doen? Je hebt hier, wanneer wij een assembly pakken, heb je hier een Save Settings knopje. En die is bij mij op dit moment nog leeg. Wat kan je hier precies mee opslaan? Nou, dat ga ik je nu laten zien. Op het moment dat ik dus hier inderdaad deze pak en je hebt hier bijvoorbeeld een... Deze kan je dan weer niet opslaan, dat is jammer. Maar wij kunnen hier bijvoorbeeld wel een Simplified Assembly pakken. Dit kan je aanvinken en deze setting kan je dan gelijk mee opslaan. Advanced, dit is ook niet echt iets wat we echt aan kunnen passen, wat heel erg handig is. Stel, je hebt bijvoorbeeld, je werkt met heel veel frames of met tubes of dat soort dingen. En je wilt die tube centerlines, wil je juist wel of niet zichtbaar hebben. Nou, dan kan je deze dus inderdaad uitzetten als we die niet zichtbaar willen hebben. En dit kunnen we dus opslaan als een hide center lines bijvoorbeeld. Nou, dan slaan we deze op, drukken we op oké en dan komt die hier onder erbij te staan. Stel nu een ander dingetje. Gaan we die setting weer terugzetten. Zo. Stel nu, je hebt eigenlijk altijd een standaard aantal views. Of bijvoorbeeld wanneer jij een assembly neer gaat zetten, wil jij bijvoorbeeld altijd je front hebben. Je wilt deze view en je wilt die view. Nou, hier hebben we hem staan. Je kunt natuurlijk ook in- en uitzoomen. Maar wat we nu dus ook kunnen doen, is hier op Save Settings doen. En dan krijg je bijvoorbeeld standaard views. Deze slaan we ook weer op. Oké. Nou, op het moment dat we hier dus uitgaan, en we gaan dus bij de View Wizard weer zeggen, of we komen vanuit Assembly dus richting de draft, gaan we dus deze op oké drukken. En dan staan ze hier tussen. En nu kan ik hierop klikken en heb ik gewoon eigenlijk altijd standaard dit principe. Hij slaat ook de schaal op. Stel dat we die op 1x1 zetten. En deze slaan we op als standaard views, save. Dus je kan hem hier natuurlijk ook selecteren en er overheen opslaan. Wil je een nieuwe aanmaken, pak je de blanke, vul je de naam in, sla je hem op. In dit geval wil ik de standaard views updaten, dus doen we hier op save klikken en oké. Nou, wat misschien ook wel interessant is om even te kijken hoe dit omgaat met een flat pattern. Dus we hebben nu hier een stukje sheet metal en deze gaan we overzetten naar een draft. En let er wel op, dit is een template dingetje. Als ik hier dus weer naar beneden ga, staan ze hier niet tussen. En ook hier kan je ze niet vinden. Dit is puur omdat ik ze in een bestaande draft heb toegevoegd. Dus mocht je dit nou inderdaad willen, doe dit in je template. Anders ben je ontzettend veel tijd kwijt met het goed zetten ervan. En dan kom je er later achter dat het alleen maar voor die draft geldt. Nou, en mochten we nou dus inderdaad naar deze knop gaan en we zetten hier de flat pattern in, dan krijgen we dus inderdaad het platgeslagen model erbij. En deze kan je dan inderdaad ook gewoon neerzetten. En dan staat hij daar mooi bij. Maar wat nu als wij niet elke keer dat willen aanhoeven klikken? Nou ja, wederom dus in de template. Gaan we deze dus wegzetten. Pakken we de View Wizard. En dan zetten we hem hier even op part. Want dan gaan we die stuk plaatmetaal erbij pakken. Nee, dat kan sneller. Moment. We gaan gewoon weer naar die sheet metal toe. En we zetten hem hier naar een draft. Nou, komen we dus weer hier. En gaan we hem hier op flat pattern zetten. En dit kunnen we nou dus ook opslaan. We zetten hier dan flat pattern. Slaan we op. En we drukken op oké. Nou, dit is mooi, want nou staat hij hier onder de zin. Dus nu kan ik hier gewoon op klikken. Dus stel dat we hier terug gaan naar de design part. En je komt dus inderdaad zo je draft binnen. En dan gaan we hier naartoe, drukken we op flat pattern. En dan zet hij de flat pattern erin. Wederom. Doe dit in je template. Want als ik nu naar een nieuwe draft ga, ben ik die setting dus kwijt.
Ja, dus dat is het voor nu eventjes met de View Wizard Saved Settings. Ik hoop dat dit duidelijk was. Mocht er inderdaad dus nog vragen over zijn, zet ze in de comments. En voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.